Een truckchauffeur heeft gistermiddag het leven gelaten bij een verkeersongeval aan de Martin Luther Kingweg ter hoogte van het PWB-project. De chauffeur reed met een lading houtblokken vanuit Paranam richting Paramaribo. Vermoed wordt dat hij de controle over het stuur verloor, waardoor zijn voertuig van de weg raakte en in een trens belandde. Nadat een takelwagen de zwaar beschadigde cabine uit de trens had getrokken, had de brandweer zeker een uur nodig om het lichaam van de bestuurder uit de cabine te halen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Het lichaam van de overleden chauffeur is in beslag genomen voor obductie. Zijn identiteit is nog niet vrijgegeven.